Cindy de Jonge is denk ik een hele geschikte persoon om hier te staan. Zij heeft een hele belangrijke rol. Zij verbindt mensen. Zij werkt bij Bureau Biota en ze werkt bij namens Bureau Biota voor de provincies en de waterschappen in Noord-Nederland. De bedoeling is dat zij de juiste informatie aanlevert aan de juiste mensen om tijdig te kunnen handelen. Dat is eigenlijk precies waar het in dit symposium over gaat. Dus zij belichaamt de dingen die allemaal moeten gebeuren om goed om te gaan met bevers. Dus we hebben Cindy de Jonge Stegink. We geven jou de vloer om te vertellen over de casus bij Taarlo. En we heten je heel erg welkom. Wens je veel succes. En ontzettend bedankt dat je de moeite hebt genomen om hier te komen. Dankjewel. Blauw. Ik geloof ik doorgeef. Nou ja, ik hoef eigenlijk geen verdere introductie meer te geven. Dat heeft Daan natuurlijk al heel mooi gedaan. Dus ik ga gewoon door naar de volgende. De afgelopen maanden heb ik heel veel mensen ontmoet die wat hebben met sporen. En ik deel die passie ook. Ik heb ook zeker wat met sporen. Maar eigenlijk met wat andere vormen van sporen. De diersporen. Nou, voor mijn werk voor Bureau Biota, maar ook eigenlijk de afgelopen jaren al, ben ik betrokken bij de monitoring van de otter en de bever. En ik neem ze ook even allebei mee. Ik heb ze hier ook allebei staan. Aanleiding was ook wel dat ik de afgelopen maanden een aantal keren de vraag kreeg van moet die bever toch hier? Er zit hier toch geen vis? Toen dacht ik, oh, een stukje educatie. We moeten even wat uitleggen. Dit is namelijk de otter. En net als de bever zijn er dieren die door menselijk handelen zijn uitgestorven. En ook succesvol weer zijn geherintroduceerd in Nederland. Nou, dit is een toppredator. En eigenlijk vanuit die rol ook onmisbaar binnen onze inheemse flora binnen de natte natuur. Hier gaat het dan. Dit is de bever. En dit is ook daadwerkelijk de ProRail bever. In ieder geval, zo noem ik hem dus ondertussen ook steeds. En ik heb ze even naast elkaar gezet. De beide foto's. Vooral ook om even te laten zien hoe groot ze zijn. We hebben het hier over een fors knaagdier. We hebben het over een inheems knaagdier. Semi-aquatisch, dus dat houdt in dat hij ontzettend goed in het water aan de gang kan, maar ook op het land. Nou, we zitten ongeveer bij de bever op een 20 meter links en rechts van een waterkant, uitzonderingen daar gelaten, maar het is toch wel eentje die we veel bij de waterkanten zien. Territoriaal, jaar rond actief, geen winterslaap, nou, en in een schemer een nachtdier. Dus de kans dat we sporen zien is vrij groot. De kans dat we het dier daadwerkelijk zien, niet zo heel groot. Nou ja, wat Daan ook al vertelde, ze vervullen gewoon een hele belangrijke rol binnen de biodiversiteit. Ze zijn in staat de natte natuurgebieden te herstellen. Dat is op sommige plekken ook echt wel nodig. Ja, ze horen gewoon bij ons. En daarbij, ze verhogen ook nog het gevoel van de natuurbeleving. Want goed, de meeste mensen vinden het ook ontzettend mooi om de sporen te kunnen zien. Ik heb er even een plaatje meegenomen van, ik kom uit Drenthe, dit is ons Drentse aangebied. Bevers zijn hier aan het werk en die laten ontzettend mooie dingen zien. Dit is ook een plek waar de bevers daadwerkelijk zijn uitgezet in het kader van het landelijk herintroductieprogramma. Dit is een steenworp afstand van de casus waar wij het zo over gaan hebben. En wat we hier zien is inderdaad dus een beverdam. Even een stukje geschiedenis. De bever is, nou ja, net als de otter, eigenlijk door menselijk handelen uitgestorven. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is het dier zwaar bejaagd. De geurstoffen, hij werd goed gegeten. Zijn vacht met name, de wet aan de bever, onwijs veel geld verdient. Nou ja, we kwamen er ook achter dat de ecologie eigenlijk niet zonder dit soort sleutelsoorten kan. We hebben gewoon de bever nodig. Maar waar we wel achter zijn gekomen is dat in de 200 jaar afwezigheid van de bever Nederland niet stil stond. Dus we hebben ondertussen dijken aangelegd, we hebben kades aangelegd, wegen. En wat ik zelf eigenlijk wel vrij sprekend vond is 1826 is de bever uitgestorven in Nederland. En 1839 reed de eerste trein door Nederland. Dus in de tijd dat het spoornet hier in Nederland is aangelegd, waren er nog helemaal geen bevers. Ze hebben er ook nooit geen rekening mee gehouden. Nee, dat zet ons nu wel een beetje voor uitdaging. Nou, in tegenstelling tot de otter is dus de bever strikt vegetarisch.
En ik heb even dit plaatje meegenomen, want we hebben toch vaak wel het idee dat ze alleen maar gigantische grote bomen omgooien. Nou, dat is niet aan de orde. Het grootste gedeelte van het jaar zijn het gewoon grote grazers. Eten ze plantenwortels, grassen, kruiden, bladeren, eigenlijk van alles. Je ziet ze nu al langzamerhand ook overstappen op het speenkruid bijvoorbeeld. Vinden ze ontzettend lekker. Liggen ze lekker op te grazen. Nou, de houtige gewassen doen ze uiteraard ook wel. Het zijn veel ook wel dit soort stammetjes, een beetje polsdikte. Enerzijds om te eten. Ze eten de bast van de takken, de dunne twijgen ervan. Maar ook zoals het plaatje daarnaast zit, het zijn knaagdieren. Hun tanden blijven hun hele leven lang doorgroeien. Dus ze moeten ook knagen om hun tanden te onderhouden. Nou, daarbij zijn bevers ook wel bekend om hun bouwwerken. Dus ze hebben het hout ook gewoon nodig als bouwmateriaal. Daar gaan ze soms niet voor minder. Dus ook bevers zijn in staat om behoorlijk grote bomen om te gooien. Sommige bomen doen ze in een paar nachten. Andere bomen, zoals deze, daar doen ze gewoon een paar jaar over. Ze komen even langs, ze nemen een paar happen en zijn weer voor een tijdje weg. Soms doet dan de storm het laatste zetje. Op het moment dat zoiets gebeurt, langs het spoor, dan hebben we wel een probleem. Nou, volgens mij hebben we dat een paar weken geleden ook al meegemaakt, dat er her en der wat van dit soort foto's gemaakt konden gaan worden rondom het spoor. Bevers zijn ecosysteembouwers. Ze zijn perfect in staat om de wereld naar hun hand te zetten. En dat doen ze. Nou, wat we hier zien is dus ook een dam. En ik denk dat dat ook op zich ook een van de kwaliteiten zijn van de bevers. Dat ze door middel van dammenbouw ook het water kunnen gaan reguleren. Want ze zijn gewoon het allerhandigst in het water. Nou, ja, de beverdammen zijn vaak opgebouwd. Takken, modder, steen. Daarmee creëren ze een waterdiepte. Dat is wat ze heel graag willen. Daarin kunnen ze zichzelf heel goed verplaatsen. Het kan zijn dat ze dammen bouwen om bijvoorbeeld de ingangen van hun holen, hun burchten, veilig te stellen. Het kan ook zijn dat ze hiermee hun forageergebied vergroten. Dat is gewoon heel erg handig als je via het water gewoon naar je eten toe kunt. Ze verbinden ook wel gebieden. Dus ze kunnen ook geulen graven waarmee meerdere waterpartijen met elkaar in verbinding komen. Nou ja, opstuwing van het water, dat kan een dijk, een kade en in dit geval toch ook een spoortalud instabiel maken. Nou, dat brengt ons dan bij de casus Talo, Drenthe, spoor 559-556. Ik zit ondertussen redelijk in de nummertjes. Dit is nog steeds eigenlijk een relatief klein boekeren slootje. We kregen afgelopen zomer de melding van een beverdam. Het water was al flink opgestuwd. Deze boer meldde het ook netjes en eigenlijk door die melding konden we ook de boel in kaart gaan brengen. Waterschap kwam daarbij, geldt hier toch ook een pijl. Het water stond toch wel behoorlijk fors hoger dan toch eigenlijk de bedoeling was. Dus de dam werd een aantal keren verlaagd. Bevers bouwden dat vrij rap ook wel weer op. Maar hier zijn we toch een tijdje mee zoet geweest. Ja, en bevers bouwen nooit zonder reden een dam. Zelfs niet in een heel klein boerenslootje. Eigenlijk was dit geniaal. Wat wij aanvankelijk niet zagen toen de dam er nog lag, maar nadat de dam wat verlaagd was, bleek dat er dus hier over het spoor een 50 meter lange duiker, 50 centimeter doorsnede, loopt. En doordat de bever hier een dam geplaatst heeft, was het water ongeveer 50 à 70 centimeter opgestuwd. De buis lag volledig onder water en deze bever kon dus supersnel van de ene kant van het spoor naar de andere kant van het spoor zwemmen dan. En dat deed hij dus ook. Nou ja, nadat de dam ook een aantal keren verlaagd was, stond er dus geen water meer in die buis. Nou, je zag hem soms bijna chagrijnig kijken, want meerdere keren per nacht, bleek ook uit de monitoring, waggelde hij de 50 meter door de buis heen, om toch maar weer te gaan kijken hoe het aan de andere kant van zijn leefgebied was. Ja, ik kwam er zo nu en dan en ik had toch, het was denk ik ook zo nu en dan wel eens een beetje een onderbuikgevoel. Ik denk, wat doet hij daar? Dan heb je een dam, dan heb je een duiker. Geen idee, waar woon je überhaupt? Nou, dit zijn situaties wat we op meerdere plekken sowieso in Noord-Nederland hebben. Ik kan alleen spreken voor Drenthe en Groningen. Spoorsloten, prachtige, ruige, moerasachtige zones, waar vroeger waarschijnlijk ook gewoon het zand uitgehapt is om de taluds mee te verhogen. Hier gingen steeds sporen naartoe. Hij markeerde daar wissels erheen. Nou,
even weer terug naar die stukje ecologie van die bever. Dit kennen mensen vaak wel. Bevers bouwen burchten. Daar hebben mensen soms ook misschien wel een beetje een idealistisch beeld bij. Een groot berg met takken. Daar woont die beverfamilie dan in. Dat doen ze. Nou ja, ook ingang onder water. Een grote berg met takken. Ze kunnen echt fors zijn. Ze overstijgen mij soms wel eens dit soort burchten. Maar waar mensen veel minder bij stilstaan, is dat het voor zijn bever natuurlijk veel makkelijker is om een hol te graven. Heb je het bouwmateriaal niet nodig? Alleen dan moet de omgeving wel geschikt zijn. Nou, bij voorkeur een steile hoeve, er moet dan steeds voldoende waterdiepte zijn. Nou ja, het probleem van dit soort holen is, nou ja, ik zit hier nog te glunderen. Dit was een plek waar zo'n hol ook absoluut geen probleem was. En misschien ook nog wel wenselijk. Er zijn een aantal dieren die wel gebruik maken van ook dat soort holen. Maar die holen zijn ongrijpbaar. Ze zijn echt lastig te traceren. Ze zitten onder water en op het moment dat ze niet instorten, weten we eigenlijk niet waar ze zijn. Nou ja, hier zie je dus een aantal plekken. Dit zijn twee foto's. Mooie watergangen, steile oevers. Nou is hier al best wel veel water, maar op het moment dat het water maar een beetje stroomt, nou ja, en we hebben in Nederland bijna overal een gestuurd waterpeil, dus er zijn altijd wel momenten in het jaar dat het water stroomt, dan kunnen bevers daar een dam neerleggen en dan hebben ze de boel gewoon onder controle. Nou ja, het is vrijdag 8 oktober. Eigenlijk wou ik beginnen met woensdag 6 oktober. Toen zaten we ook allemaal bij elkaar. Kenniscentrum Bever werd geopend, symposium. En het zat mij gewoon nog steeds niet lekker. Ik had al wel een aantal meldingen ook richting ProRail gedaan. Ik had de toestemming ook om camera's te plaatsen op deze locatie. Maar ik had toch nog steeds zoiets van, wat doet hij daar? Is dit wel te inspecteren? Het is lastig, maar het zat me toch niet helemaal goed. Dus medewerkers van ProRail zaten bij mij in de auto. Daan zat bij mij in de auto op de terugweg vanuit het kenniscentrum. En we hadden het erover. En wij kregen toestemming om waadpak aan te trekken en toch eens even met elkaar het moeras in te duiken. Nou, dat hebben we gedaan. En op dat moment signaleerden Daan en ik echt een zeer recente verzakking van het spoortaluut. En binnen een uur lag het treinverkeer stil. Nou, dat was eigenlijk op dat moment voor mij een redelijk uitzonderlijke situatie. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Maar goed, wel ontzettend spannend. Je ziet de blauwe pijlen. Nou ja, je ziet inderdaad een deel van het moeras. De bever heeft zijn hol gegraven vanuit de spoorsloot het talud in, omhoog. En daar uiteindelijk gaat het ballast zakken en komt het in het licht. Nou, de technische verhalen, er zijn een aantal die dat uit kunnen leggen hoe spannend dit is. Maar ik heb begrepen, dit was vrijdag. De zondag waren er nog meer mensen van ProRail bij. Pas toen kwam ik erachter hoe spannend het daadwerkelijk is geweest op deze locatie. Ik ben ontzettend gek met de bever. Maar mijn dochter rijdt ook elke dag over dit traject heen. Op het moment dat er hier een trein het talud afstuitert, dan is het draagvlak voor die bever wel meteen weg. Nou, dat was vrijdag. Die nacht, talud gaat open, treinverkeer ligt stil. Internationale pers kwam erop af. Er gebeurde nogal het een en ander. Maar ook op de plek zelf gebeurde het een en ander. Hetzelfde weekend zijn een aantal mensen, en ik weet dat er een aantal in de zaal zitten, die hebben daar ook daadwerkelijk dagenlang spierpijn van gehad. Die hebben geulen gegraven en daarmee konden we op dat moment dat moerasdeel, dat stuk spoorsloot, ontwateren. Nou, doordat het water op dat moment naar beneden kon, konden we beter inspecteren. De holen kwamen in zicht. We hebben met stokken de holen dichtgezet en de beverdam is volledig verwijderd. Daarmee ging het water nog verder naar beneden. Ja, dit werkte ook echt als een ontmoedigingsmaatregel. En dat gebeurde ook. De bever vertrok. En nou ja, bij mij ging al bijna de vlag uit. Maar ja, wat helaas nog wel eens blijkt bij het ontmoedigen van dieren. Ze vertrekken. En in dit geval vertrok hij naar een gebied ongeveer 500 meter verderop. Nog ongunstiger. Nog steeds dezelfde spoorsloot, maar aan de andere kant van de 50 meter buis. Hij had bij dat stuk van 500 meter ook nog een aantal holen gegraven in dat kleine afwateringssluitje van het waterschap. Daar kon hij induiken op het moment dat het toch een beetje te druk werd. Nou, wat we daar aantroffen, ik had al wel het een en ander gezien van bevers, maar ik vond dit echt uitzonderlijk.
We hadden hier een strook van ongeveer 100 meter, 20 meter breed. Een verland, moerasachtig systeem. Ik liep daar in eerste instantie met mijn waadpak in en ik had op een gegeven moment zoiets van, wow, dat weet ik niet. Stokte door. Het was een drijvende laag van ongeveer 20 centimeter met daaronder nog 150 centimeter water. De blauwe stipjes zijn wakken. Deze bever had ongeveer 20 wakken gemaakt in die drijvende vegetatielaag. En hij zwom er onderdoor van het ene wak in het andere wak. En ook gedurende de koude nachten kon ik door het laagje ijs wat er op sommige wakken lag, kon ik precies zien welke wakken hij die nacht gebruikt had. Nou, zijn wintervoorraad had hij allemaal rondom de wakken gelegd of eronder getrokken. Dat had hij ook al gedaan. Ja, hij zat er fantastisch. Hij was ook niet van plan om weg te gaan. Het was een kwestie van tijd. Of ja, ook daar begon dus de boel te verzakken. Nou, dit is 22 december. Het was voor mij nog redelijk nieuwe materie. Maar ik heb nog nooit zo op scherp gestaan tijdens de feestdagen. Want het bleef niet bij die ene verzakking. Want op het moment dat dat gaat van 's nachts het teluut open, holen worden gedicht, de boel wordt weer aangestampt. Dit was een stuk van 100 meter. Naarmate de ene plek was opgelost, min of meer, kregen we verhoogde activiteit bij de andere holen. Dus we zagen toch nog steeds meerdere inspecties of meerdere verzakkingen. Nou, ProRail hield dit goed in de gaten. Dagelijke inspecties door het moeras en over het talud. En ja, met elkaar hielden we even nog de vinger behoorlijk aan de pols. Ja, wegvangen. We hebben het er met elkaar ook echt wel over gehad. Dit kan niet. Een bever op deze plek kan niet. We halen de bever weg. Het probleem is opgelost. Deze locatie ligt zo dicht bij het Beekdal. Plekken waar bevers ook echt gewenst zijn. Bevers ook een belangrijke rol vervullen. Weghalen van de ene bever. Daarmee zet je eigenlijk de deur open voor de volgende. Dus we kunnen hem wel weghalen. We hebben geen garantie dat er misschien de week daarop alweer een nieuwe bever zat. Dus in allerijl zijn alle partijen bij elkaar gekomen. Want ontwateren was op deze plek geen optie. Het was veel te diep. Dus er kwam grotere, zwaardere geschut. Er zijn echt in onwijs korte tijd een heleboel knappe koppen bij elkaar gekomen om te gaan kijken hoe gaan we dit aanvliegen. Want dit is best wel een bijzondere situatie. Nou, uiteindelijk stond iedereen in de aanstand. Zijn de pompen gekomen. En toen is eigenlijk in alle minuut pompen aan, actie. Nou, met het leeg pompen van het gebied kwamen dus ook de holen in het zicht. Nou, dat waren ook best wel forse holen. En het was ook best nog wel een pittige klus. Want het was dus inderdaad een bak van anderhalve meter met ongelooflijk veel modder. En takken en bomen en noem maar op. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. En waar er hier op deze locatie voor gekozen is, is om het graverend te maken door middel van ballast. ProRail heeft ervaring met dit materiaal. En het materiaal is ook op deze locatie, kon makkelijk met treinen aangevoerd worden. Wat hier gebeurd is dat ze ongeveer een meter dieper dan de waterbodem een gul gegraven hebben. En daar is gewoon een beste bak ballast in gegooid. Nou, dat ziet er op dit moment dus ongeveer zo uit. Nou, het waterpeil kan nu dus ook weer stijgen. De pompen zijn uit. De bomen die hiervoor staan, die zijn blijven staan. Wilgenstruweel, bramenstruweel zal straks ook gewoon weer gaan groeien. En het is hier de bever in ieder geval aardig onmogelijk gemaakt om te graven. Nou, dat het zinvol was, dat bleek toch wel uit de monitoringscamera's. Die kreeg op een gegeven moment midden in de nacht een appje van een van de spoorwerkers die hier bezig was. Ik kon die tijden gelijktijdig naast de beelden van de monitoringcamera neerleggen. En toen bleek de bever 's nachts gewoon anderhalf uur lang, die heeft gewoon toe zitten kijken. Hoe dus de mensen van ProRail 's nachts aan het werk waren, wat ze aan het doen waren. Ja, fantastisch. Maar ook daar bleef het niet bij. Eigenlijk naar aanleiding van deze casussen zijn we heel kritisch gaan kijken van hoe zit het met de verspreiding in Noord-Nederland? Op welke plekken zijn die bevers al? En op welke plekken kan het dan misschien best wel spannend zijn? Nou, deze vijver bij Glimmende Punt, nog net Drenthe, was toch aanleiding om wat verder te gaan kijken. Dus in december heb ik samen met een collega toch weer waadpak aangetrokken. Zijn we de vijver in gesprongen en ontdekten wij drie
holen. Ook weer heel vers. En kwamen lintjes aan de boom. En de inspecties, of in ieder geval de monitoring van ProRail, werd opgevoerd. Ja, ook dat was een kwestie van tijd. En toen kregen we alweer een belletje. Ja, het treinverkeer ligt weer stil. Er is weer een verzakking. Nou, ook hier ben ik 's nachts bij geweest. En het is echt indrukwekkend. Ik had al het een en ander van bevers gezien. Maar hier had de bever van onderuit de vijver, onder water, zijn gang gegraven. We zitten hier op ongeveer een 3 à 4 meter diepte. Zo'n graver, die graaft dus. Het gebeurt allemaal midden in de nacht, hè, tijdens de buitendienststelling van het spoor. Al gravende is het wel ook blikken naar mij toe. Zit hier nou echt wel een hol? We vinden niks. Ja, dieper. Nog maar dieper. Ja, totdat op een gegeven moment het best wel heel spannend gaat worden. Want hoe diep ga je? Nou, we hebben de gang uiteindelijk gevonden. Die zat dus inderdaad op 3 à 4 meter diepte. Die ging mooi horizontaal vanuit de vijverpartij omhoog. En die bevers hadden hun, of dit in ieder geval één bever, had zijn slaapvertrek, woonvertrek, precies onder de spoor liggen. Hier dendert gewoon 8 keer per uur een intercity overheen. Blijkbaar dusdanig stabiele tijden dat hij dat wel prima vindt. Nou, hier is ook weer op dat moment het hele teluut leeggetrokken, bomen eraf, struweel weg, kaal gemaakt. We hebben de holen dichtgezet met takken. Aan de hand daarvan konden we ook controleren in hoeverre die holen ook nog in gebruik waren. En daarbij, deze vijver, en dat was toch weer een hele andere plek ten opzichte van de eerste casus. Hieromheen ligt een vrij belangrijke kade van het waterschap. We zitten hier in een beekdal, het water kan hier ook in korte tijd behoorlijk voor stijgen. Dus wat wij wouden voorkomen was dat wij de bever enerzijds uit de taluut jaagden en dan linea recta de kade van het waterschap in. We willen toch nog wel een beetje goede vrienden houden. Dus we hebben besloten om een test te gaan doen met het bouwen van een kunstburcht. Dus we hebben met vrijwilligers van de Beverwerkgroep Noord-Nederland en met medewerkers van ProRail hebben we een zaterdag een kunstburcht gebouwd. Ja, ook om deze bever, hartje winter hebben we het nog steeds over, een alternatief te bieden op het moment dat hij uit zijn holen werd gejaagd. Nou ja, deze dag was sowieso al waardevol. Een stukje kruisbestuiving. Het was heel fijn voor de vrijwilligers om de verhalen te horen van ProRail. Het was denk ik voor ProRail ook wel heel erg goed om ze nu dan eens de verhalen te horen. Hoe het nou eigenlijk zit met al die zoogdieren in de provincie. Nou ja, of die nu in de kunstburg zit, we weten het niet. We kunnen de camera niet helemaal goed stellen. Maar hij markeert er op dit moment naast. En hij eet ervan. Het was natuurlijk een graver, deze bever. Ja, welke bever is dat niet? Maar we hebben er toch ook voor gekozen om aan de andere kant van het taluut te kiezen voor een alternatieve beverhollocatie. Dus er is een flinke hoeveelheid wat leemhoudend zand heen gegooid. En daarvoor is de waterpartij uitgediept. Dus daarmee heeft die bever al zijn, nou ja, zijn waterdiepte, wat hij ook gewoon nodig heeft. Op het moment dat we een hele harde, koude winter hebben en er ligt ijs op het meer, dan wil hij ook gewoon onder water een beetje bewegingsruimte hebben. Nou, we hebben meteen ook de kans aangegrepen om de wand dusdanig aan te leggen dat eventueel een oeverzwaluw of een ijsvogel er ook in zou kunnen. Nou ja. En daarna is er met de harde hand ingegrepen. Want hier is dus ten opzichte van de andere kant waar stortsteen of de ballast is geplaatst, zijn hier damwanden geplaatst. Nou ja, je kunt hem eigenlijk wel zien lopen. Nou ja. Ook dat was nog even spannend. Want geef jij 100% garantie dat die bever niet in dat taluut zit? Ja, ik geef die garantie niet. Dus dan is het best wel heel erg spannend. Hoe gaat zo'n bever reageren als hij nog steeds in het taluut zit? En ondertussen worden er damwanden geslagen. Ja, dan is het toch weer een monitoring met de camera's. Dus ik huppelde wel even toen ik dus zag dat de bever uiteindelijk aan de goede kant van de damwand zat. Toen hij even ging kijken wat iedereen daar gedaan had. Samenvattend. Vraatschade. Nou ja, bomen langs het spoor kunnen omvallen. Gelukkig zijn dat wel sporen die heel goed opvallen. Natschade. Dus door middel van die dammen kunnen ze het waterpeil dusdanig opzetten. En dat kunnen echt behoorlijke hoeveelheden water zijn wat opgestuurd wordt. En vooral op plekken waar het heel vlak is, daar is die werking van die dam, dat kan bij wijze van spreken wel een paar kilometer verderop nog steeds voelbaar zijn. Ze kunnen flinke hoeveelheden water bergen. Nou,
ook dat blijkt toch nog wel eens de instabiliteit te kunnen veroorzaken van zo'n baan. Nou, en graverij, nou ja, dat lijkt me duidelijk. Monitoring wordt ongelooflijk belangrijk de komende jaren. De beverpopulatie doet het gewoon ontzettend goed. Ze breiden zich verder uit. Het zijn ecosysteembouwers. Ze kunnen overal terecht. Hebben ze een klein beetje water, dan gaan ze aan het werk. Nou ja, ik heb hier een stukje bever versus de ree. En ik heb hier een stukje bever versus de mens. Ik denk dat de bever ons wel ondertussen heeft laten zien dat hij echt dankbaar gebruik maakt van de infrastructuur die wij de afgelopen jaren met heel veel zorg hebben neergelegd. Ik vind dat bewonderingswaardig. Ik vind het echt soms geniaal. Tovert soms ook een glimlach. Dan denk ik, ach, wat slim. Maar ik ben er toenemend wel ook wel benauwd van geworden. Kenniscentrum Bever. Ik denk dat de bever en ook vooral deze casus ons wel heeft laten zien dat de bever ons allemaal aangaat. En dat we daar ook met elkaar wat van moeten vinden. Maar dat we ook samen moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat enerzijds die bever gewoon een hele mooie plek heeft in Nederland. Dat er een gezonde populatie kan ontstaan. En dat ze ook op die plekken ook echt die rol kunnen vervullen waarvoor we ze ook, ook weer geherintroduceerd hebben. Maar dat kan niet overal. Deze foto heb ik gemaakt jaren geleden tijdens de opleiding Diersporen. Die staat onder de spoorbrug in Zwolle. Ik vond hem wel passend. Dit was hem. Cindy, ontzettend goed gedaan. Heel erg bedankt voor je verhaal. Je hebt dit verhaal namens Bureau Biota, maar ook namens ProRail verteld. Je had hier eigenlijk met Volkert Volbera moeten staan, de ecoloog van ProRail. En je hebt min of meer impliciet aangenomen dat die gaten gevaarlijk zijn. Wij als ecologen kunnen dat niet beoordelen. Maar de mensen van ProRail hebben nadrukkelijk aangegeven, zo'n gat onder een spoortaluut is onacceptabel. Ik denk dat het heel goed is om dat even expliciet te zeggen, omdat het consequenties kan hebben voor de baanstabiliteit en dat daarmee treinen kunnen ontsporen. Je hebt het genoemd als een gegeven voor jou, maar ik denk dat de mensen thuis misschien niet snappen dat zo'n gat onder de rails echt zo gevaarlijk kan zijn. Dus een van de dingen die je hebt verteld, andere dingen die je hebt verteld is hoe moeilijk het is om zo'n hol te vinden. Ik ga er nu niet verder op in, ik ga het later samenvatten, maar eerst geef ik ruimte aan mensen uit de zaal om misschien vragen te stellen. U kunt in ieder geval nadenken of u een vraag heeft aan Cindy over deze presentatie. Wacht u even op een microfoon alstublieft. Op het moment dat er een microfoon bij is, kan het ook thuis gehoord worden. Ruud Attekus, baaninspecteur Ballen. Ik las van de week op internet dat er in Groningen een geschat aantal van 247 bevers waren. Maar dat de ideale situatie is tot maximaal een 1880. Dus er komen er nog ruim 6 keer zoveel bevers dan bij als het ideaal is. Dan wordt volgens mij het probleem ook 6 keer groter. Of het risico zal ik het noemen. Ik denk dat wij ook aan het werk moeten. Dat hadden we misschien al ietsjes eerder moeten doen. Er zijn toch ook al wel partijen die al jarenlang aangeven dat die bever een serieus probleem kan gaan vormen. Maar soms moeten we het gewoon eerst even zien, voordat we daadwerkelijk in actie komen. Dus ik heb over de aantallen, en dat speelt hier in Noord-Nederland nog wel een beetje. Eigenlijk hebben wij 2 populaties bevers in Nederland. We hebben een landelijke populatie uitgroeiende vanaf de eerste herintroductie in 1988. Dat is een populatie die het inderdaad ook heel goed doet en ook in aantal en ook in verspreidingsgebied ook die gunstige staat van instandhouding al behaald heeft. De populatie waar we het nu over hebben, je benoemde inderdaad het aantal van 245, ik gok nu al richting de 280, gaat best wel snel. En sommige dieren waren ook een beetje stiekem. Dus die komen nu ineens op de kaart. Het is ook voor de landelijke populatie van belang dat wij aansluiting hebben. Dus dat het niet alleen goed gaat qua aantallen van de bevers, maar dat ook de aansluiting onderling tussen de populatie goed is.
dat is ook gewoon een stukje genetische, dat we ook een jarenlang een goede populatie houden. Het is nog steeds, denk ik, heel belangrijk dat er dus verbindingen zijn, dat wij een grote, gezonde populatie bever hebben. Maar we moeten met elkaar echt bewust zijn. Dat kan niet overal. Die bever kan het wel overal. Woonwijken, stadszuid, maakt niet uit. Dus het, deze vraag, dat was een goede vraag. Want het is, de waarneming is, de aantallen nemen toe. Dus de problemen die op ons afkomen, nemen ook toe. De positieve dingen nemen ook toe, maar de problemen die op ons afkomen, nemen ook toe. De soort is wettelijk beschermd, op Europees niveau en op nationaal niveau. Daar horen we in de vierde casus nog van Gerry Mensink. En dat stelt ProRail en alle andere mensen in de, nou, voor het dilemma dat op het moment dat er iets aan de hand is, dat ze niet zomaar kunnen ingrijpen. Cindy heeft verteld dat er allerlei maatregelen zijn genomen. Maar voordat die maatregelen zijn genomen, is uitdrukkelijk gekeken hoe dat kan met de minste impact op de bever. En met toestemming van het bevoegde gezag. Daar komt Gerry Mensink later op terug. Cindy, er is nog ruimte voor één vraag. Neem ik toch de makkelijkste weg, degene die dichtstbij zit. Sorry voor de anderen, maar Cindy is hier de hele dag. Dus volgens mij ben je de hele dag beschikbaar voor vragen. Vanmiddag sta ik hier ook. En dan, precies, daarom. Ja. Dus voor nu nog even de meneer in het blauw. Goeiedag, Cindy, ik heb een vraagje. Je zei in het begin dat die bever heel erg belangrijk is voor de mens. En ik hoor in jouw verhaal een hele sterke betrokkenheid over ecologie, dat soort dingen snap ik. Maar als ik nou leek ben en ik denk van ja, wat heb ik er nou aan? Want jij hebt het over sporen, dat moet ik al snappen. En 's nachts zijn ze actief. Maar ik wil eventjes van jou graag horen. En ik merk, ik hoor jou, dat jij goede verbinding kan leggen tussen aan de ene kant die bever, de mens, organisaties. Dus hoe leg je dat uit? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik kan niet zo heel erg snel meer terug naar die ene foto van die beverdam in het Drentse A-gebied. Maar we hebben het daar over plekken natte natuur die de afgelopen tientallen jaren behoorlijk onder druk zijn komen te liggen door menselijk ingrijpen. Door hoe wij ook het landschap hebben ingericht. Bevers zijn daar aan het werk gegaan. Ik monitor daar een aantal casussen. Dit is echt een postzegeltje. Als ik zie wat die bevers daar gedaan hebben, door middel van hun bouwactiviteiten, door middel van het opstuwen van water, waardoor er ook in de eerste echt knetterdroge zomer van 2018, want toen zijn ze begonnen met het bouwen van die dammen, ja, daarmee hebben ze het gebied dusdanig vernat dat er ook heel veel diersoorten die droge zomer op dat kleine postzegeltje in ieder geval overleefd hebben. Ze creëren een leefomgeving waar heel veel andere dieren van profiteren. Dieren die het op dit moment ontzettend moeilijk hebben. We hebben over de kleine marterachtigen. Zet een camera in zo'n leefgebied van zo'n bever en je hebt ze. Ze hebben zo'n aantrekkingskracht. Dus op het moment dat het ons lukt om een heel... Ik gun Nederland nog veel meer van dat soort mooie waterrijke gebieden. Maar op het moment dat het ons dat lukt, met medewerking van die bever, dan gaat die bever voor ons aan het werk. Hoeven wij dat niet meer te doen? Dan kan die bever dat doen. Ik weet niet of het antwoord... Ja, ik kan over de goede dingen van de bever kan ik ook een avond vullen, dus ik... Dankjewel, Cindy. Benadruk ook de wat grotere effecten. De effecten op biodiversiteit zijn heel belangrijk, die noemde jij. De effecten op het vasthouden van water zijn ontzettend belangrijk, ook voor de menselijke doelen. Het verminderen van grote vloedstromen, effecten op CO2-vastlegging. Dat zijn allemaal dingen die we als mens ook nastreven en die door de bever versneld worden. Ze noemen de bever wel de kickstarter van natuurontwikkeling.